zwaarder met de dag heen. Ja, je wordt ook zwaarder met de dag. Hé? Doe je hoed goed. Ja, zo. Hé? Hoe lief, hè? Dat ligt zo lekker te koesen. Een hele goede middag. Ja, het is net middag. 9:09. Dat ik wens jullie weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag vrijdag, de 9e alweer, oktober. Ja, ik zei het al, 12 uur is, 9:09 dus. We hebben net de lunch achter de kies, ik heb mijn koffiewinkel nog staan. Ik moet eigenlijk Rijkaard laten, maar ik durf niet weg. Nee, want de apotheek die kan komen. Maar ja, hoe laat, weet ik niet. Tussen 12 en... ja... vanavond ergens. Ja, hoe laat? Ik ben thuis, maar ik moet toch ook wel mijn hondje uitlaten, weet je? En daar houden we ook geen rekening mee. Nee, en daar kan je het zelf nog op gaan halen. Ze waren gisteren ook al aan de deur, maar toen zouden ze het daar weer brengen. Maar ze weten dat ik een hondje heb. Dus tenminste die ene vrouw. Maar er is 9 van de 10 keer komt er een vrouw bij me om de medicatie te brengen. Ze weet dat ik een hondje heb en dat ik die uit moet laten. Maar ja, we wachten er nog even af. Anders moet ik heen even lopen wanneer Astrid er is. Ja. Ik moet maar even kijken hoe en wat. Dus ik ga zo lekker mijn koffie opdrinken. En dan ga ik achter, tenminste niet achter, want dat zie ik toch niks. Maar voor de pc zitten en dan doe ik dat ding aan. En dan zal ik proberen weer te renderen, want ik heb gisteren niks gedaan. Nee. Dat ik het zou gaan doen, nou, toen had ik het lood in mijn schoenen. Ik was toen op een gegeven moment zo moe, dik, laat. Maar anders krijg je fouten, dat moet je ook niet hebben. Want dan zitten jullie ook niet op te wachten, of wel dan. Ewen, die het ook lekker aan het smikkelen geweest, die het ook de medicijn al gehad. Dus we wachten het lekker af wat zich allemaal doet de komende maanden. Ik dacht, ja, ze valt om de haverklap overal vanaf, dus ik ga zo meteen even de dierenarts bellen. Kijken of we daar ook zorgen om moeten maken, want ja... het is niet leuk als dat beestje lekker ligt te slapen. In de slaap valt ze ergens van af. Dat is niet leuk meer. Kijk, ik ga ze met de kippen toe. Lekker smullen. Heb ik genoeg gehad? Gaat me toch niet vertellen dat je het op hebt? Nee, nou, dus 1 à 2 hapjes en dan is ze weer klaar. Ze eet ook heel weinig, maar ze komt toch aan. En dat is het voornaamste, ze moet aankomen. Maar ja, we wachten het gewoon allemaal af en dan merken we het wel. Ja, toch? Maar oké, ja, ik ga lekker van mijn koffie genieten. Daar hebben we onze hondenkont. Hé, hey, hondenkont. Oei, ja, ja, ja. Kom dan, deze kant. Deze kant. Moet ik draaien? Oh, nou doen we het zo. 1, 2, 1, 2. Wow, je wordt ook zwaarder met de dag, hé. Ja, je wordt ook zwaarder met de dag. Hé? Doe je hoed goed. Ja, zo. Hé? Lekker ding. Hé? Oh, oh, oh. Nou, voel je nou zo raar zitten? Wat is er nou? Gekkie. Oh, moet je nou? Je bent een malhondje. Je bent een malhondje, ja. Je bent een malhondje. Hé? Dikke boef, dat ben je.
Zo. Gelijk onder de haren. Ja. Maar oké, dan kan de pret niet drukken. Zo, frontjes naar beneden. Zo. Ja, ik heb een paar ongelukkige dagen achter de rug. En daar bedoel ik mee niet verdrietig of wat dan ook. Ik heb wel gehuild hoor, daar in ieder geval. Dat deed auw. Eergisteren een vinger tussen het kastdeurtje. Gisteravond vinger tussen de keukenwaar van deze hand. Geen bloed of wat dan ook, maar het deed behoorlijk zeer. En deze twee zaten zo in een sneeën erin. Ik heb me niet gesneden. Ik hoef geen aardappels te schillen, want ik eet bijna geen aardappelen. Dus ja, die heb ik niet eens iets in huis. Als ik al aardappelen wil eten, neem ik al aardappelpuree kant en klaar. Ja, zo'n doosje. Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Maar doe jij in die stoel? Mag dat? Eruit? Oké. Zo dan. Je bent verdorie een hele bank voor je eigen alleen. Dan blijf je uit een stoel vandaan. Punt. Rijden. Ha. En dat ik vanochtend wakker werd. Mijn hemel. Ik denk, nee ja, ik ga niet ziek worden hè. Hoesten? Niet normaal meer. Af en toe nog een beetje. Maar ja, en ook mijn neus een klein beetje. Ik denk, ja, ik wil niet ziek worden. Dat kan ik niet gebruiken. Ik moet, nee. Dat, ja, ik heb toch COPD, dus de griep heerst ook weer. Dus ja, griep, oké, daar loop ik toch lekker voor door. Maar als het corona gaat worden, ja, dan kan ik niet, mag ik ook niet mijn dingen meer doen of wat dan ook. Ik heb geen deken om, schat. Wacht even, vraag je even deken om. Even deken. Zo. Even zien hoe ik hem moet hebben. Ja, dat dacht ik al. Zo. En dan kan ze gewoon op schoot komen. Ook die deken nou. Ik mag nog wel zo'n soort pleet zien te versieren. En dan kan deze gewassen worden. Maar deze heb ik van Christy gekregen. Maar ja, hij is smerig vanwege haar alleen al. Als je mijn wastafeltje in de wc ziet, nou, je zou ook haar denken ze heeft gebloed of wat dan ook. Maar ik zie dat niet bij haar terugkomen. Maar ja, ik weet het niet hoor. Misschien door een val of zo. Want als ik vanochtend vroeg, mijn auto was nog voor zessen. Het was schemerig. Ja, 15 of wat was het? Het was schemerig. Rijka wou naar buiten en ik moest zelf ook naar de wc. Leg de waterbakje lag helemaal ondersteboven, dus alles was drijven, of kon ik dat nog dweilen om die tijd. Nou ja, dweilen, ik heb gewoon een paar smerige handdoeken erop gelegen. Ik kijk het maar, dat droog alweer. En ja, dat water daar maar weggehaald. Ik denk, ja, het zat er ook boven, weet je, loop je maar naar boven toe. Het gaat meer om eten. Maar ook daar zat water bij. En ik denk, nou, dat kan ik leeggieten. Maar bij de kip water, dat maakt niet zoveel uit. Dan blijft het vochtig. Maar oké, okay, ja, dat. Maar als je de wastafel ziet, ook allemaal van dat bruinroodachtige kleur dat het opgedroogd bloed is. Maar wat er gebloed heb, ik weet het niet. Wat gaan we doen, Ewen? Gaan we weer achter de kast? Dat mag niet, hè? Duik ze daar in het hoekje. Onder de stoel. En dan gaat ze 9 of 10 keer onder de kast door, maar dat mag niet. En dan komt ze bij de televisie er ergens uit. Maar het is een en al snoer. Ja. Maar oké, okay, ik zal kijken wat ze doen gaat. En ik ga mijn koffie opdrinken, wat ik al zei. En de computer aandoen. Omdat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Ja, wees blij, wees vrolijk.
En geef de ander ook een glimlach. Dan maak je hun dag ook weer goed. En je houdt allebei dan ook goede moed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer even retour. Ik heb weer eventjes de dierenarts gebeld in verband dat die jonge dame die nou op mijn schoot ligt, Ewing genaamd, steeds valt als het ligt te slapen. Het zij op de magnetron, het zij op de wc, het zij op een stoel, het zij op mijn schoot. Dat ze zomaar zonder pardon in haar slaap, ruts, eraf glijdt, eraf valt. Ja, nou, daar schrik je van. Ja, is niet leuk hoor. Nee, echt niet. En Astrid is druk aan het werk. In de gang, nou, momenteel hoor ik haar gaan, geloof ik. Maar in ieder geval, daar heb ik dus voor gebeld. En het is even afwachten. Ze zou het doorgeven aan de arts zelf. En dan krijgen we een telefoontje terug. Nou ja, daar wachten we dan geweldig op. Ja, geweldig en gezellig. En ik was bezig met een vlog, maar Karin die belde nog op. Oké, die rijden ergens onder in Friesland rond. Net opgehangen, ik zou weer terug hier naartoe. Om even te kijken, heb ik mijn koffie nog staan? Nee, op. Wou jullie pakken? Ging weer mijn mobiel. Dus weer terug naar de computer. Was het onze Chrissy? Ja, dus jullie moeten allemaal de groet hebben van Chrissy. Hartstikke leuk, lief en aardig. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Rijka die legt nou lekker weer te slapen. En ik ga zo meteen een koffie maken. Want daar heb ik zin in. En ik weet niet of Astrid ook nog zin heeft in een bakkie? Nee hoor. Nee hoor, zegt ze. Nou, dan niet. Heb ik dus te meer. Ja, toch. Maar ja, Hoe lief, hè? Dat ligt zo lekker te koesen. Maar ja, het komt allemaal goed, hopelijk. Hé, hey, meisje. Hallo. Ja, ze ligt gewoon te slapen met een baakoogje. Ze wil een baakoogje open, maar ja, dan zou je ook zeggen, waarom valt ze dan op de grond, hè? Ja, dan nou, ze laat het kopje hangen en dan recht als volgt. Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer verder aan het werk, want ik was druk bezig ook. Maar ja, dan krijg je oponthoud. Ik ga verder met die vlog in elkaar te zetten en dan kan ik er misschien nog eentje doen. Ik zou zeggen, we zien elkaar straks alweer. Doei! Ja, hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is reeds alweer 17:38 uur, ja ja. En ik heb twee vlogs in elkaar weten te zetten. Ik heb telefoontjes geplicht, zoals jullie allicht al weten. Ik ben nu met een plaatje bezig voor de 50-plus groep. Vanwege de corona en de politieke gebeuren eromheen. Dat willen wij in de groepen niet hebben. Als ze het daarover willen hebben, zoeken ze maar een groep op waar het wel mag. Maar wij willen het niet hebben. Ook als er 50-plussers hier naar kijken die lid zijn van mijn groep, CQ-groepen, en die van Karin, daar mag het niet over gesproken worden. Zeg nog leuke dingen, kom op! Moeten we het nou per se over corona hebben en COVID-19 en over Rutte en al die anderen daar ook? Niet in mijn groepen en ook niet in die van Karin. Daar ben ik nou mee bezig en dat komt allemaal goed. Ziet er al perfect uit, maar ik moest even de rasterachtergrond even super groot maken, dat het daar allebei in kan en dan kan ik het weer verkleinen. Maar het komt allemaal goed, ik heb nou even een bakje koffie gemaakt. Straks weer met mijn woefie naar buiten lopen. Ik zal straks ook de kachel aan doen, want die is nog uit. Althans weer uit, ik had hem wel eerst aan, maar de zon die scheen. Nou, dan heb ik geen kachel nodig, want die verwarmt mijn huisje ook nog wel. Die heeft nog wel kracht. Dus op een gegeven moment was het hier ook wel warm, dus ik heb hem uitgedaan. En straks weer voor de avond even aan. En dan kan hij op een gegeven moment weer uit. Ja, zo vaak hoef ik de kachel nog niet aan te hebben dat het...
Maar ja, je bent er druk bezig en ik was even naar de wc en daar is het toch wel weer koud, weet je. Dan zit het liever in de woonkamer. Daar, hier is het niet koud, maar daar wel. Maar in ieder geval, ik moest het postmandje weer even ophangen. Want Astrid die heeft de ramen aan de buitenkant van de keuken gelapt. Van de voordeur, ook het bovenlicht heeft ze gedaan. Dus ja, helemaal top. Maar we zagen tot onze schrik dat de binnenkant een tijd niet schoon is gemaakt. Dus ja, die moet ook nog schoon. Dat zal ze maandag geloof ik mee gaan beginnen. Nou, en dan hopen dat het wel droog is en dan wel triest is zoals het nu ook is. Dan kan ze dan dat eraan doen als het al niet gebeurd is. Want ja, ik kan dat zelf nog wel, want dan loop ik over die picknicktafel heen. Dat durf ik, maar ik durf niet op het trapje buiten. Durf ik wel binnen, maar niet buiten. Ben ik bang dat ik eraf val. Nou ja, en dan ongelukken, dat moet me niet. Maar als ik over die picknick heen was, die picknicktafel, dan kan ik gewoon normaal opstaan met mijn stok. En dan kan ik erbij, weet je. Dus, maar dat komt allemaal wel goed. Morgen moet ik op verjaardag zitten. Dan wordt er niet gevlogd, want die mensen die houden daar totaal niet van. En Rijka die blijft dan thuis. Die wil ik ook niet mee hebben. Ik wil er even alleen nog naartoe. Dan hoef ik het ook niet zo lang te blijven, weet je. Dan kan ik ook nog wat anders doen. Zoals vloggen in elkaar zetten. En ik geloof ook nog dat Karin morgen even langs komt. Heel eventjes met een bliksembezoek op, want die moet me wat brengen. Dus ja, hoe en wat, dat weet ik nog niet. Dat zal ik er vandaag ook vragen. Hoe laat ze komen, want ik bedoel, ik kan niet voor ze thuis blijven dan. Want ik moet op verjaardag zitten, dat moet ze wel weten. Maar in ieder geval, komt allemaal goed, lieve vrienden. En hey, lekker ding. Rijka. Die heeft het te druk met poetsen. Rijka. Ja, te druk. Heel erg druk. Nou ja, dan laten we dat toch. Hé, en Ewen die legt lekker weer op mijn schoot. Ja, die heeft even de net weer zitten te eten, zag ik. Dus ja, het komt allemaal goed met haar, hopelijk. Ja, enkel andere, ja, moet die ook maar eens even verder kijken dan zijn neus lang is. Ook de oortjes eens even bekijken. Want ik was even heel voorzichtig met de waterstaaf in het troep, niet te diep. Maar er komt allemaal een soort troep uit. En we hadden ja, ook allemaal een soort troep op de grond bij, in de wc. Onder het wastafel, heel slecht. Ja, hoe ze het voor elkaar krijgt om daar lekker in te kunnen leggen, ik weet het niet. Maar ik ben geen poezenbeest, dus ja, ik zou het niet weten. Ik leg liever op mijn bed. Maar zij ligt dan in die wastafel of over dat randje heen. Maar er ligt allemaal zwarte troep op de grond. En ik snap er niks van. Nee. En of dat nou uit de oortjes komt of... Ik weet het allemaal echt niet. Maar daar komt me vanzelf op achter. Hé, meis? Ja. Mijn hoopdopie. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ik zou zeggen, smakelijk eten. Bon appetit, want het is 17:43, bijna kwart voor zes. Ik ga ook zo met Rijka eruit en dan daarna eten en doen. Maar ik heb eerst een bakje koffie, dan ga ik eerst wel genieten. Ik zou zeggen, tot later. Tenminste, tot later. Ik zou zeggen, fijne, liefdevolle avond gewenst. Want ik kom vanavond niet meer terug. Nee, het wordt donkerder en dan moet ik die mond er weer bij halen. Ik heb vandaag even geen zin in. Ik heb andere prioriteiten ook, wat ik ook nodig moet doen. Dus ja, dat gebeurt er dus niet. Maar in ieder geval, hele fijne liefdevolle avond. Voor later op de avond, hoe laat het ook mag wezen voor jullie. Welterusten. Slaap lekker, met mooie dromen. En uiteraard, morgen weer gezond uit je bed komen. Ja, ja. Ik hoop dat ik het voor mezelf ook mag doen. Ja, en nou ja, wie weet, schijnt morgen de zon. Het is nou donker, echt grijs, grauw. Daar is het blauw, daar is het helemaal soort zwart. Maar er heeft de hele dag nog geen regen gevallen, terwijl het wel ontzettend drijft. Maar ja, ik hoop dat morgen beter is, want ik moet er wel doorheen op mijn scootmobiel.
Want dat is wel aan de andere kant van de stad. Ja. Rijka die wel even naar buiten, dus ik zeg ajuu paraplu. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!